En zijn jullie allemaal al gevaccineerd? Ik ben niet gevaccineerd. Lid Vreedzaam is wel gevaccineerd. Op eerste dag nog niet. Ik zelf ben niet gevaccineerd. In de eerste plaats ben ik na goed overwegen met een gecalculeerd risico heb ik me heel bewust laten vaccineren. Landelijk hebben wij vanaf vandaag code paars. Maar gelet op die ernstige problemen in de ziekenhuizen en de ziekeninstellingen geldt voor de ziekenhuizen en de ziekeninstellingen code zwart. Wat ik u kan mededelen is namelijk dat de COVID-situatie op dit moment onbeheersbaar is. En dat er te veel besmettingen zijn en dat er te veel personen opgenomen worden, dat ziekenhuizen geen opvangcapaciteit meer hebben. Dat die intensive care units geen personen meer kunnen opvangen. Bij de behandeling moeten er al keuzes worden gemaakt. Mensen gaan dood wachtende op een ICU-bed. Anderen gaan dood omdat ze weggehaald worden. Omdat anderen wachten op een ICU-bed, worden zij van de zuurstof weggehaald. Omdat ze niet snel genoeg reageren. De artsen die zijn en de verpleging die zijn aan het eind van hun Latijn. Ze zijn zo maximaal belast. En we hebben naar die statistieken vandaag gekeken. Het zijn niet alleen die oudere mensen die besmet worden en daaraan doodgaan. Ook die jongere personen in de leeftijdscategorie van 30, 40. Maar één ding kan ik u wel zeggen. Alle personen die tot nog toe dood zijn gegaan door die COVID-besmetting. Dat ze niet gevaccineerd waren. Dat hebben die cijfers laten zien. Ze waren niet gevaccineerd. De mensen aan de tafel, gebruiken jullie ook alternatieve middelen? En zijn jullie allemaal al gevaccineerd? Inderdaad, de alternatieve mogelijkheden moeten niet uit de weg staan. Ik gebruik het zelf ook hoor. Ik heb verschillende. Je hebt eentje van Piki en Sarah, die heb eentje van meneer May, die natuurlijk super fever is en zo. Ik gebruik het natuurlijk al jaar en dag, dat is geen punt. Ik ben niet gevaccineerd. Er zijn wel leden die zich gevaccineerd hebben. En ik heb wel een situatie, dat gaat in december. Maar ik heb hetzelfde probleem wat het meest grotendeels van het volk heeft. Je hoort AstraZeneca is afgekeurd in Europa. En je wil dat ik ga vaccineren, toch? Het vertrouwen moet er zijn aan die ene kant. Ik wil zo snel mogelijk vaccineren. Laat het vertrouwen er zijn, dat zal het zelf. Maar ik denk niet dat ik de enige ben hoor, maar ik denk het lid Vreedzaam is wel gevaccineerd. Op eerste dag nog niet. Ik ben niet gevaccineerd en de keuze moet vrij zijn, dat zeg ik. Maar de keuze kan niet maar één keuze zijn. Ik heb het zo even ook gezegd, vanaf december had deze regering de kans om alternatieve vaccinatie binnen te halen. Heeft de hulp van anderen uit de wind geslagen. En de vraag is nu, moeten we nu gaan vaccineren omdat we denken dat dat gaat helpen? Want we weten dat deze vaccinatie maar één prikje moet. En je moet daarna een tweede prikje halen. En we zijn ook niet zeker als die eerste prik zal helpen. Want die besmettelijkheid, die is er. Het is inderdaad zo, we weten Sputnik 90% effectief. AstraZeneca 60%. En je weet dat eerste spuitje dan nog niet zekerheid geeft, een tweede spuitje. Op een bepaald moment, als we de opties niet hebben, zullen we ons allemaal moeten vaccineren. Dat is duidelijk. Als u ons geen optie laat als volk en ons 60% maar zekerheid kunt geven, dan gaat u ons dwingen om te vaccineren, want we willen allemaal beschermd zijn. We weten vanaf december heeft u dat niet gedaan. We doen een oproep aan die regering. Er zijn mogelijkheden veel effectiever. Ik wil ook mijn familieleden allemaal zeggen vaccineren. Maar als u ons gaat drukken om met de 60% te werken, gaan we het uiteindelijk moeten doen. Elke dag zit ik nog na te denken, moeten we het doen of niet. Breidt u die mogelijkheden uit, zodat ik ook mijn vader of wie dan ook kan zeggen, luister, doe dat ding toch direct nu, want het wordt alleen nepender en nepender. Toch? Iedereen wil vaccineren. Dus dwingt u ons niet om met de mindere genoegen te gaan nemen, terwijl u zo goed daar de mogelijkheden voor heeft. Ik zelf
ben niet gevaccineerd, maar dat heeft natuurlijk, dat heb ik niet gedaan vanuit religieuze overwegingen. Ja? Dus er zijn natuurlijk een heleboel aspecten die te maken hebben met het vaccineren of het laten vaccineren van mensen. Omdat er ook zaken spelen in de culturele sfeer, in de religieuze sfeer en ook in de persoonlijke overtuiging. En wat de heer Ashwin naar voren heeft gebracht, heeft dus kortweg te maken met het vertrouwen dat wij ook moeten hebben. Toch? Van wat komt in ons lichaam? Wat komt in mijn lichaam? Wat laat ik toe om in mijn lichaam te komen? Welke garanties biedt het mij ten aanzien daarvan? Wat ik doe, de wil is er. Wat ik doe is zorgen dat ik mij hou aan de regels, de COVID-regels. U zult mij niet zien in grote massa's of over straat of whatever. Als ik thuis moet blijven, blijf ik thuis. Ik klaag niet over lockdown. Het kan anders. Maar bij mij heeft het in elk geval te maken met een religieuze overweging. In de eerste plaats ben ik na goed overwegen met een gecalculeerd risico, heb ik me heel bewust laten vaccineren met het vaccin wat in Suriname voorradig was. Ik moet helaas constateren dat dat niet mijn eerste keus is geweest. Ik ben ervan overtuigd dat als ik naar alle berichten, onderzoekingen, statistieken kijk, dat mijn eerste keus zou zijn het Sputnik-vaccin ontwikkeld in Rusland. En het Sinovac-vaccin, Sinopharma, in China zou mijn tweede keus zijn. En die hebben heel snel, met de ervaring die ze in Afrika hebben gehad, want zij hebben samen met de Afrikanen het Ebola-vaccin kunnen ontwikkelen. Ze hebben daar hun mankracht en hun menskracht ingezet voor de derde wereld, voor de arme landen. Zij hebben ook als eerste het Sputnik-vaccin ontwikkeld op een klassieke manier. Dit is een experimenteel nieuwe vaccinatiemethode. Dat zou mijn eerste keuze zijn. Maar helaas zien we dat we in Suriname met een aantal gekoloniseerde mensen rondlopen, wiens hersenen alleen maar naar één kant kijken. En die hebben met allerlei drogargumenten voorkomen dat wij het aanbod van Sputnik en Sinovac hier hebben kunnen aannemen. Ja, we doen alles om die vaccin hier te hebben. En vandaag hebben we die bevestiging gehad vanuit Nederland, ja, officiële bevestiging. Dat die vaccins gaan komen, gefaseerd. En we gaan meer verzoeken doen. Die verzoeken zijn al uitgezet. Met de Verenigde Staten van Amerika zijn we bezig. Met Rusland zijn we bezig. Met China hebben we gesproken, hebben we 100.000 vaccins gehad. Met Cuba zijn we bezig. Allemaal vaccins die goedgekeurd zijn door de World Health Organization, WHO. Bewust vaccineren is voor mij, wat mij betreft, mijn visie. Goede keus. Ik adviseer iedereen om te vaccineren. Neem je gecalculeerd risico. En dat is de oproep die we doen. Laat je vaccineren. En we gaan het blijven doen. En die personen die tegencampagne voeren, anti-propaganda voeren, ik roep ze op. Als u ze niet kunt helpen, als u onze Surinaamse samenleving niet kan helpen, misleid ze niet. Als vicepresident wil ik ieder oproepen zich te houden aan de COVID-maatregelen. Maar ik weet ook zeker wat u gevraagd heeft, dat er dus alternatieve geneeswijzen zijn. Dat is uw vrije keus. Houdt u zich daaraan, gebruikt u die middelen. Maar één ding wat doorgaat, wat los van vaccinatie of alternatieve geneeswijzen altijd op geld doet, zijn de COVID-regels. De COVID-regels, hou uw afstand, gebruik in een crowd of waar u in contact bent met mensen uw masker, was uw handen op tijd en al die andere regels. Die maatregelen zijn belangrijk. Vermijd om als niet gevaccineerde of als persoon die niet gedegen beschermd is in een drukte terecht te komen. Dus die regels gelden dus. En wanneer gaat u uw
tweede spuit halen. Mijn tweede vaccin is gepland voor 26 juni, denk ik. Ik hoop dat als het zover is dat ik mijn tweede spuitje kan krijgen. Is dat die zo, dan zal ik het helaas ergens anders moeten zoeken. En ik weet dat ze in het buurland Guyana Sputnik hebben, mijn eerste keus. Ik kon helaas niet op dat moment schikken over Sputnik, maar ik heb nu de lijn wel. En ik ben best bereid om de grens over te gaan of mee door een bevriende arts uit Guyana te laten vaccineren met Sputnik. Want het bijt voor mij niet wetenschappelijk.